Ik ben Corine Koning van Ratjetoe Creatieve Uitspattingen. Ik verzorg met veel passie en plezier inspirerende kinderkunstprojecten en voor een van de projecten ben ik op zoek naar allemaal bijzondere spulletjes. Corine Koning uit Veldhoven is voor haar bijzondere kinderkunstprojecten op zoek naar allerhande spulletjes. De projecten zijn bedoeld voor kinderen in de buitenschoolse opvang en starten in de zomer. Ik ga voor 4 kinderpleinen van Corijn een project doen waarin de koe centraal staat. Maar we gaan met een frisse knipoog vanuit het thema koe aan de slag. En we noemen het project Koeienkunst. Het gaat hier natuurlijk ook om kunst met de kleine k. Maar actieve kunstbeoefening voor kinderen is heel erg belangrijk. Het is belangrijk voor de ontwikkeling. We stoppen tegenwoordig veel energie in ons hoofd en in het denken. Maar het is ook van enorm belang om met je handen bezig te zijn en met creativiteit. Want daarin kom je ook allerlei dingen tegen die jou weer vormen. Soms hoor ik van kinderen dat ze het gewoon zo geweldig vinden om te schilderen. En dat ik dan ook echt kinderen zie met rode konen en de tong uit de mond. Kleuren kiezen en gewoon lekker. Bijvoorbeeld bij de kistkoeien beschilderen we stof. Nou, dat doen kinderen op school niet altijd. Het is vaak papier en ook niet in het groot, maar kleiner. Dat ze ook letterlijk voelen van, Corine, ik vind het zo leuk, want wij mogen buiten de lijntjes zijn wij bezig. Dus dat stimuleer ik ook van, voel die vrijheid. Het is gewoon zo lekker om dat te doen. Bandjes, kantjes, veertjes, knoopjes, gouden schilderijlijsten, schragen, oude deuren, groene wolletjes om iets te doen, om grasveldjes te maken. Eigenlijk kan ik gewoon van alles gebruiken. Neem dus de vrijheid om erover na te denken. Kijk even thuis of u iets heeft. En geef een belletje, dan kom ik het graag ophalen.